heb net al een trein gepakt en nu gaan we even met de bus. Lawaai. Nog een bus. En ik ben al in de Gold Coast. Bij mij thuis scheen de zon niet. Nou, hier zie je dus weer geen bol. Tada! Dus dat is helemaal mooi. We zijn hier dus met een hele groep. Allemaal au pairs. En we gaan walvis kijken. Dus ik ben benieuwd of ik wat kan filmen vandaag. Het is vandaag maandag en gisteren kwam ik achter dat ik vandaag een vrije dag had. Dus dacht ik, ik ga even lekker niks doen vandaag, maar daar komt weer niks van. Wat ook alweer goed is. Ik heb nu een paar Australische vrienden. Die heb ik vorige week ontmoet in een bar. En deze week, het is 10 dagen lang, is er een festival in Brisbane en het heet Ekka. Ik weet nog steeds niet precies wat het allemaal is. Ik heb het een beetje op tv gezien. Ik heb het een beetje van mensen gehoord. Ik heb het gelezen. Maar mensen krijgen hier zelfs een vrije dag om daarheen te gaan. Ik snap er helemaal niks van. Maar blijkbaar is het... ik hoorde dat ze het doen omdat anders kinderen, zeg maar, toch een dag vrij nemen, zeg maar, zonder dat het mag. Dus geven ze maar iedereen een dag vrij. Dus iedereen heeft deze week op woensdag vrij om daarheen te gaan. Het is dus vandaag maandag en ik ga met een paar vrienden daarheen. Ik ben echt benieuwd. Wat ik tot nu toe heb gezien is dat er, zeg maar, schapen, koeien, kippen, paarden zijn. Maar het schijnt ook dat er, zeg maar, attracties zijn en zo. Dus ik heb geen idee. Laten we erachter komen.
open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Nog even te vertellen wat ik nou allemaal gedaan heb. EK, nou dat was dus veel leuker dan ik verwacht had. Ik ben heel blij dat ik ben gegaan. Zoals je ziet was het vooral het vuurwerk. Wauw. Ik was stom verbaasd. Echt waar. Zo cool. Dus het is wel iets meer dan koeien en schapen, et cetera. En toen, oh ja, natuurlijk het walvissen kijken. Wauw, wat hadden wij een geluk. Wat waren die walvissen dichtbij. Ik bedoel, ze gingen onder de boot door. Ik werd nat van die walvissen. Oh my god. Ja, was fantastisch. Zelfs de mensen op de boot hadden zoiets van... Wow, dit gebeurt bijna nooit. Oh my god. Dus best wel veel geluk. En natuurlijk de voetbalgame. Ik ben zo blij dat mijn oom heeft meegenomen. En was echt een ervaring. Echt, ik was zo verbaasd over allemaal dingen. Ik bedoel... Je kon er gewoon sterke drank kopen. Er was, zeg maar, zoals je zag, gewoon een kleine mini-market waar je dingen kon kopen. Ik bedoel, totaal anders dan in Nederland. Supporters zitten gewoon naast elkaar van verschillende teams. Weet je wel, oké, in Nederland ook wel, maar hier gewoon het hele stadion zit iedereen een beetje door elkaar. En niemand vecht met elkaar of iets dergelijks. Het is zo normaal en het komt... Omdat als je hier vecht of iets dergelijks doet, word je gewoon voor een hele periode of misschien wel voor je hele leven verbannen naar dat stadion. Makkelijk zat. Vet goed dat ze dat hier doen. Ik was ook nog verbaasd over het feit dat ze een paard hadden met iets van een cowboy erop. En elke keer als ze een try hadden, dan ging dat paard een rondje lopen. Vet grappig. Ja, het was gewoon heel cool. Gewoon, ik vind rugby echt heel leuk nu ik weet wat de regels zijn. In het begin dacht ik echt van, mensen beuken gewoon met elkaar en proberen die bal door die twee palen te krijgen. Maar nu snap ik het wel wat meer. Dus het begint echt heel erg leuk te vinden. Wat hebben we nog meer? Nou, dat is het eigenlijk wel. Dan ga ik deze vlog alleen nog even afsluiten. Ten eerste met een paar beelden van mij in het heerlijke spa bij mijn oom en tante. Ik heb al nog even een video over hoe het nu met mij gaat. En die komt er dus ook nog even achteraan. Hoi, ik dacht misschien is het even leuk om deze vlog te eindigen met een update. Ik ben hier al bijna 8... Wauw, ik wou zeggen 8 maanden. 8 weken. En wauw, wat gaat de tijd snel zeg. Niet normaal. Gewoon al bijna 2 maanden. Ik bedoel... Alles gaat zo goed. Ik had nooit mogen en durven dromen dat de eerste 2 maanden zo goed zouden gaan. Er had zoveel kunnen gebeuren. Ik bedoel, ik hoor verhalen om me heen van andere au pairs. Ik ken iemand die al naar huis is gegaan. Weet je wel, ik heb zoveel geluk. En daar ben ik heel erg dankbaar voor.
En ja, hoe gaat het met me? Ja, heel goed. super gelukkig. Super blij. Ja, blij dat ik de kans heb om hier te zijn. Ik ben blij met mijn host family. Ik ben blij met het werk dat ik doe. Ik ben blij met mijn kids. Ik ben heel blij dat ik zo dicht bij mijn oom en tante ben. Ik ben heel blij dat ik heel dicht bij mijn neefje en mijn nichtjes ben. En ja, blij, blij, blij. Dus ja, ik zit meer zo van 2 maanden alweer bijna voorbij. Nog maar 8 te gaan, weet je wel. Zo zit ik alweer te denken. Dus ja. En er zijn nog zoveel leuke dingen die ik kan gaan doen. En die ik mag gaan ontdekken. En zoveel mensen die ik nog ga ontmoeten. En weet je wel, gewoon dat idee houdt mij elke dag zo blij en zo enthousiast. Ja, het is gewoon... Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar mijn vlog. Ik heb nu al meer abonnees dan ik had verwacht dat ik zou hebben. Dus echt super leuk. Ik vind het super leuk om te zien dat er ook onbekende mensen naar mijn vlog kijken. Hartstikke leuk dat jullie kijken. Ik geniet hier. Ik hoop dat jullie ook van mijn vlogs genieten. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doei doei!